Ik ben opgegroeid in een tijd dat de Partij van de Arbeid GroenLinks, of de voorlopers daar weer van, voortdurend waarschuwde tegen antisemitisme, discriminatie en racisme. Nu durven ze de woorden antisemitisme of jodenhaat niet in de mond te nemen als er sprake is van antisemitisme of jodenhaat. Als een deel van de eigen achterban erbij betrokken is, kiezen ze voor omvloerste kritiek, ze keuren het af. Afschuwelijk en schandalig dat demonstranten het concert van Lenny Koer verstoorden en haar uitmaakten voor moordenaar. Deze intimidatie is onacceptabel, schreef Frans Timmermans op Twitter. Hij noemde de belachelijke actie in theater De Leest in Waalwijk liever geen antisemitisme en de jodenhaters die daar met Palestijnse vlaggen zwaaiden, demonstranten. Tegelijkertijd trekt hij wel de arme wijken in om daar met gebalde vuist de boodschap te verkondigen dat iedereen erbij hoort. En durft hij Geert Wilders in de Tweede Kamer te vergelijken met Groe en PVVers met Minions. Ik weet niet of ik dat laatste dapper vind, eerder onbeholpen en bijna lief, maar in oorlogstijd heb je natuurlijk niets aan hem. Een echte leider durft ook achterom te kijken om te zien wie er allemaal achter hem aanloopt. Wat dat betreft speelt Frans Timmermans op hetzelfde level als Geert Wilders. Het zijn twee vogels uit hetzelfde ei. Is het Limburgs om het rot in de eigen achterban niet te benoemen? De volgelingen krijgen nooit een veeg uit de pan, maar worden berispt met meel in de mond. Van Geert Wilders verwacht je niet anders, maar Frans Timmermans is duidelijk met een ander doel op aarde gezet. Het was al vrij snel na zijn geboorte duidelijk dat hij de wereld beter ging maken. Hij was wat ze in Limburg een flinkert noemen: een linkse magger. Na een paar maanden oppositie voeren, weten we inmiddels twee dingen. Hij is niet de allerbeste debater in het parlement en hij durft niet in eigen vlees te snijden. Maar het schijnt wel zo te zijn dat hij zich achter de schermen heel erg druk maakt over het antisemitisme in eigen kring. Hij lijkt wat dat betreft heel erg op het overgrote deel van onze voorouders die in de oorlogsjaren achter de gesloten gordijnen ook heel erg oneens waren met de fascistische bezetter. Daar heb je als fan van Lenny Koer, als filmliefhebber en straks bij de minuten stilte op 4 mei. Dus helemaal niets aan. Frans Timmermans noemt PVV'ers minions, maar ze zelf ook in. Ik ben net als hij niet van de sterke vergelijkingen, maar was hij maar een linkse groe? Want daar heeft dit land behoefte aan. Frans Timmermans is helaas een kruising tussen Smurf, Lambiek, Guus Vlater en Donald Duck. Alles wat hij doet mislukt. Het is allemaal goed bedoeld, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden en een gezwel verdwijnt niet door een zalf op te smeren. Abonneer op ons YouTube-kanaal.